hoofdstukje zoveel van de begrotingsonderhandelingen tussen de oppositie en de coalitie staat op het punt van beginnen. Met uiteraard de nieuwe toekomstige minister-president Alexander Pechtold. Nou, sta jij er zo lullig achter, hè? Dus dat Pechtold komt aan en dan sta jij hier. Ja, de heer Pechtold staat gewoon even toelichting te geven. Ja, als lulletje een beetje te kijken. Ik heb mijn plaats. 25 zetels voor meneer Pechtold. Nou, voor D66. Virtueel, maar dat zou heel mooi zijn, 5-6 weken voor. Gefeliciteerd, sta ik toch met de toekomstige minister-president tegenover me. Kom. Nee. Nou ja, 25 zetels. Nee, laten we nou eerst maar eens... Dat is veel, hoor. Dat is ongelooflijk veel. We hebben er wel eens 24 gehad. Dus het zou een record zijn als we dat ooit waar gaan maken. Maar er zijn geen nationale verkiezingen. Kijk, daar komt meneer Van der Staaij, de persvoorlichter en Dijkgraaf. En wij gaan natuurlijk voor Dijkgraaf, dat zal u begrijpen. Ja, sorry meneer Van der Staaij. Verschil moeten zijn, roept hij nog tijd. Voorbereid. Goeie stropdas. Ja, vind je het wat? Even... Deze kan wel volgens mij, ja. Ja? Nou, dit is prima. Ja? Dit is helemaal uitstekend. Ja, het is gewoon toeval. Hoe gaat het dan in Den Haag? Want ik kan me voorstellen, ja, peilingen, dan roepen ze altijd heel bescheiden. Ja, dat zijn maar peilingen. Maar ja, als u zo hoog scoort, dan wordt u denk ik wel hier en daar gefeliciteerd ook. Tuurlijk, en ik sla met mijn hand op tafel en ik zeg, hey, 25 zetels in de peilingen, kom eens op. Wat ga jij nu doen hier? Wij gaan spreken. We gaan, wat ga jij doen? Spreken over de begroting en ik sta Diederik Samson daarin bij. Want die is al binnen, hè? Die is al binnen, ja. Jij zit dan naast hem? Ik zit altijd naast hem, ja. Anders is het wel een beetje onpraktisch. Als ik schuin over de tafel moet fluisteren wat handig is. Hoe zitten jullie te fluisteren? Soms wel. Oh ja? Ja, dan overleg je en de onderhandeling zit je naast elkaar. Ja, is het dan echt even zo? Als je dan hardop naar elkaar kan praten, dan hoort iedereen het. Dus dat is de bedoeling niet. Zal ik jou dan maar wat vragen? Nou, ga je gang. De statiegeldflessen, want het gaat hier over de zorg. Maar dat is natuurlijk veel interessanter. Het gaat om 100 miljoen. Ik heb geen idee waar het over heeft. Ja, ik las het, ja. Toch? Ja, ik las het. Ja. We hebben het over 100 miljoen. Dat zou best eens kunnen. Dat is geld. Ik heb niet precies nagekeken waar het over ging. Ik geloof dat de sector daar zelf ook wat van betaalt. Nou, daar gaan we hier toch eens even over spreken. Maar er is toen een deal geweest. Leg het op tafel, hè? Want dit is nou iets waar je breekijzer kan. Die zorg heb je toch niks over te vertellen hier, joh. Er is toen een deal geweest met gemeenten om die statiegeldflessen weer af te schaffen en zo. Dus we kunnen ook niet zomaar door allerlei akkoorden heen banjeren. Maar alle creatieve ideeën zijn welkom. Hier is er een. Ja, nou dank. Alsjeblieft. Geweldig. En nou naar binnen. Goed zo. Mevrouw Schippers, goeiedag. Nou, jullie zijn er eindelijk uit, denk ik, hè? Nee hoor, dat is nog niet het geval. Statiegeld. Ja, statiegeld. En? Nou ja, wij brengen het altijd maar elke week weer terug, want het levert toch ook weer geld op. Maar u heeft het hier ook ter sprake gebracht, u als oppositiepartij? Nou, je kijkt naar alle delen van de begroting en als er uit het statiegeld nog wat te halen valt, ja. Sorry hoor, toch Dijkgraaf weer eventjes. Sorry Van der Staaij, ja. Alweer. Interessant was het? Ja, boeiend. Zeer interessant. En jullie zijn eruit? Nee, nog niet. Dankjewel. Oké. Het land was nog nooit zo in de war, hè? Het land ziet lastenverlichting, meer werk en beter onderwijs. En ik denk, dat is D66. Je mag er wel even van genieten, vind ik. Nou, daar ben ik nou ongelooflijk blij mee. Gefeliciteerd met het ledenaantal, dan kunnen we elkaar nou ja, vieren. Zullen we knuffelen? Nee. Dankjewel, Henk. Ja, dag hè. Dag Henk. Henk, zwaaien. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.